Dacia Thema. Zo op het oog een weinig opvallende auto, zoals je er wel meer ziet rijden. Maar dit exemplaar reisde niet voor niets speciaal voor ons vanuit Rome naar Nederland. En ook voor de RAI kwam er een exemplaar vanuit Italië over. Wie door zo'n auto wordt ingehaald en dit ziet gebeuren, weet dat hij te maken heeft met iets bijzonders. Uit het kofferdeksel komt een spoiler tevoorschijn en meestal zal de auto dan snel uit het zicht verdwijnen. Niet bij ons, want wij zullen deze Lancia Thema Ferrari, want dat is het, eens wat beter bekijken. Lancia is het merk, Thema 8.32 het type. Die 8 staat voor 8 cilinders, 32 is het aantal kleppen. Deze auto heeft een echte Ferrari-motor met liefst 215 pk. En u hoort het, zelfs de kraaien bij het huis Amerongen werden er opgewonden van. Een prachtige motor die via een vijfversnellingsbak de voorwielen aandrijft. Je zou kunnen zeggen dat dit de eerste vierdeurs Ferrari is met een weinig opvallende, maar chique vormgeving. Die wat sportiever wordt als de bestuurder met een druk op de knop die vleugel achterop naar buiten laat komen. Die is trouwens meer voor de show dan dat hij echt de wegligging verbetert. Van binnen is het een en al luxe. Met desgewenst leren bekleding en elektrisch verstelbare stoelen. En ook de zetels achterin, of moeten we zeggen fauteuils, kunnen elektrisch worden versteld. Volop luxe dus. Schitterend verwerkt leer en notenhout. En een indrukwekkend dashboard. Airconditioning zorgt voor koele lucht uit de roosters op het dashboard. En daaronder controle-instrumenten voor al het mechaniek. Kijkt u maar, lampjes voor van alles en nog wat. Per dag worden er 6 van deze auto's van zo'n 120.000 gulden per stuk gebouwd. Ondanks die prijs is er nu al een grote wachtlijst. Want deze Lancia Thema Ferrari rijdt ook nog eens geweldig. Je kunt er uiteraard heel rustig mee toeren. Maar wie gas op de plank geeft, rijdt er in een oogwenk 240 km per uur mee. Maar niet in ons land natuurlijk.